3 jaar geleden baat Sonja Wouters in dit pand een frituur uit. Ze huurt de zaak en het huis ernaast. Het huurcontract laat ze afsluiten door een makelaar. Het was een heel joviale, vriendelijke vrouw. Ja, en die kon zo echt zo u naar de mond praten. En je geloofde die, ja. Ze had vroeger ook bij een andere makelaar gewerkt. Dus ja, dachten wij dat alles volledig in orde was. 1,5 jaar later begint Sonja een dancing en laat ze het frituur over aan haar zoon. Ze belt dezelfde makelaar om het huurcontract aan te passen. De makelaar had gezegd dat dat geen enkel probleem was, dat de huisbazin ook akkoord was. En dat zij nog gewoon haar handtekening moest hebben. Maar de huisbazin tekent nooit. Het oude contract loopt gewoon door, terwijl de makelaar zegt dat alles in orde is. Sonja denkt dat ze geen huur meer moet betalen. 6 maanden later volgt de rekening. 6 keren 2.800 euro. En ja, daarna is dat... Ja, kwamen de deurwaarders. En dan, ja, de makelaar die heeft zich van haar niet meer laten horen. Sonja kan de achterstallige huur niet betalen. De eigenares van het frituur laat beslag leggen op het huis dat Sonja net had gebouwd. Ze moet het gedwongen verkopen. Dat is de achterkant van het huis. Dat hebben wij gebouwd, dat huis met bijgebouw. Gewoon hier rustig. Ideaal voor de kinderen. Ik heb hier altijd gewoond. Ik ben hier geboren, een beetje verder. Alleen mijn moeder woont hier nog. Alle kennissen en vrienden, buren, ben hier grootgebracht. Vroeger. Ja, nu moet jij verhuizen. En dan woont je op een appartement. Dat absoluut niet. Kon ik in het begin mijn draai niet vinden. Toe pijn om terug te zien. Sonja werd het slachtoffer van een nepmakelaar. En ze is zeker niet de enige. Het beroepsinstituut van vastgoedmakelaars, het BIV, kreeg vorig jaar bijna 1000 klachten over nepmakelaars in de bus. Elke 11 dagen hebben we een beschikking van een rechtbank die zegt dat deze of gene zijn activiteit moet stopzetten. Al zijn we ons terdege van bewust dat het een werk is dat nooit ophoudt. Sommigen zeggen zelfs dat we maar het topje van de ijsberg viseren en dat er nog flink wat werk aan de winkel is. En dus probeert het BIV de mensen die zonder erkenningsnummer werken te betrappen. Want zonder zo'n nummer ben je geen makelaar, maar een nepmakelaar. Ja, goeiedag meneer. Ik heb uw gegevens gekregen van uw collega Sophie. Omdat ik gebeld heb in verband met het appartement dat te koop wordt aangeboden in Gent. We moeten ze volstrekt onherkenbaar maken. Maar om nepmakelaars te betrappen, heeft het BIV professionele detectives in dienst. Zij controleren of verdachte makelaars erkend zijn. Zijn ze dat niet, dan maakt de detective een afspraak voor een bezoek aan het pand. Zogezegd als kandidaat-koper. Wij lopen undercover mee. De nepmakelaar wacht ons op. Op het eerste gezicht lijkt alles normaal. En dat denkt de eigenaar van het huis ook. Hij is 91 en weduwnaar en hij heeft volledig te goeder trouw een contract ondertekend om zijn huis door deze nepmakelaar te laten verkopen. Ik zou natuurlijk vervangen worden voor 4.000 franken. Maar dat zijn geen lekker. Het is gezorgd. Ik zou dat voelen als het veel kouder zijn. In mijn ogen wel iets anders is. Deze man heeft geen erkenningsnummer en mag dus geen vastgoed verkopen. Hij geeft ons nogthans een kaartje van een IMO-kantoor met nummer. Maar dat is van iemand die daar niet werkt. Bovendien is 209.000 euro voor dit huisje gewoon veel te veel. Ik vermoed dat de vraagprijs zo hoog wordt gelegd om zelf een rijke commissie te kunnen opstrijken. De detectieve heeft met eigen ogen vastgesteld dat hier een nepmakelaar aan het werk is. Ze geeft haar vaststellingen nu door aan het gerecht. De eigenaar van het huis wordt zo snel mogelijk ingelicht. Judy had minder geluk. Ze wilde haar appartementje verkopen, maar na een jaar was ze nog altijd geen goede kandidaat. Op een gegeven dag bellen ze bij mij aan de deur met een uitleg van ja, wij zijn van een immobiliënkantoor en wij wouden eens komen praten of dat wij dat niet mogen verkopen voor u en dit en dat. Dus ik heb die dan binnengelaten. Die doen dus heel hun uitleg en ik denk, ja,
Dat stond hier nou al zo lang te koop. Ik kan het misschien beter proberen. En het werkt. Niet veel later vindt de nepmakelaar een koper voor het appartement. Iedereen komt samen voor de verkoop en de koper geeft Judy een voorschot van €16.500. Judy is blij dat het eindelijk verkocht is en ziet geen enkele reden om de makelaar te wantrouwen. Je zei tegen mij, hierachter is een bank, dat klopt dus, op 5 meter wandelafstand. Anders, als je wilt zitten, zet ik dat op je rekening. Dan heb ik gebeld naar onze pa. Ik zei, ik kon niet even naar ons papa bellen. Of dat mag, hè. Ik heb dan onderlijn gehad. Hij zegt tegen mij, Mark, die check wordt op rekening derde, want die mobiel is gestort. En dan dat de verkoop doorgaat, gaat dat automatisch naar de notaris. Ik zeg, ja, dat is de normale gang van zaken. Ik heb dan een dochter terug aan de lijn gehad. Ik zeg, ja, geef die check maar af. Had ik het geweten, had ik het toen niet gedaan, natuurlijk. De nepmakelaar werd vorige week veroordeeld tot 2 jaar effectief. Maar niemand weet waar hij verblijft. En Judy heeft haar geld nooit teruggezien. Daar is hij mee gaan lopen met die check, hè? Zelf gehinkt. Is dat niet mag natuurlijk, van de wet. Maar ja, hij was niet aangesloten bij een mond of zo, dus. Judy was een ideale prooi voor een nepmakelaar die stevast op zoek gaan naar mensen zonder ervaring met vastgoed. Mensen die uit een echtscheiding komen, alleenstaanden, ouderen van dagen, allochtonen die de taal niet goed machtig zijn. Dat zijn toch wel mensen die vatbaarder zijn voor een mooi verkoopspraatje. Een sjoemelaar zal toch al wat makkelijker overdrijven en wat valse dingen voorspiegelen. We zijn weer op pad met de detectieven. Een huis wordt te koop aangeboden door een IMO-kantoor zonder geldig erkenningsnummer, waar al verschillende klachten tegenlopen. Ze hoopt de eigenaar van het kantoor eindelijk te betrappen. Maar hij stuurt één van zijn verkopers. De advertentie voor de woning staat vol onjuistheden. Er zou een tuin zijn die er niet is en het aantal kamers is niet correct. De vraagprijs is €375.000 voor het hele huis. En dat is absoluut veel te veel. Weet u nog welk gebied het was? Ik weet het niet meer. Alles. Daar staat alles. Ja, dan moeten we toch iets stimuleren. Toen we de woning binnenkwamen, was het eigenlijk van in het begin enorm schrijnend om vast te stellen dat die persoon helemaal niets af wist van de woning. Hij wist niet welke delen er te koop werden aangeboden. Ik vroeg bijvoorbeeld specifiek of er een kelder was aan de woning. En samen met hem hebben we moeten gaan ontdekken of die er was, want hij wist het helemaal niet. Tijdens het bezoek blijkt plots dat de makelaar alleen deze verdieping verkoopt. En niet de hele woning. En ik kom met een collega in het zelf, want... Ja, ze zijn er. En de prijs is juist 135. Oké. Voor bepaalde antwoorden te kunnen geven op de vragen die gesteld zijn, heeft hij moeten naar een collega bellen. Ik begrijp niet wat de meerwaarde is van zo iemand, om zo iemand uw woning te laten verkopen. Komt nog wat doen in Nog geen 5 minuten heeft dit bezoek geduurd. Nepmakelaars zijn vaak verschrikkelijke amateurs, die er toch in slagen het vertrouwen van mensen te winnen met een keurig voorkomen. En een naamkaartje. Strak in het pak, mooie auto. Ik bedoel, en dat is ook wel een beetje presentabel. Het moet presentabel overkomen, zal ik zeggen. Dus ja, goed, alles wees op met het feit dat het dus wel iemand was die daar in die branche zou kunnen bevinden. Jacques is boekhouder en werkt dagelijks met contracten. En toch werd hij er ingeluist toen hij een bedrijfspand verhuurde via een nepmakelaar. Op een gegeven moment hebben wij gevraagd aan de toenmalige huurder van waar de betaling van die huur bleef. En toen heeft hij gezegd, dat heb ik betaald. Ik zeg, ja, maar we hebben niks binnen gehad op de rekening. En toen hebben wij die huurcontracten eens onder de loep genomen. En toen hebben we gezien dat er eigenlijk al 2 huurcontracten opgemaakt waren. En op dat tweede contract stond toen een tweede rekeningnummer op, waar eigenlijk het rekeningnummer van de makelaar was. Dus die huren zijn in der tijd dan rechtstreeks op de rekening van die makelaar gestort. Alles bij elkaar, ongeveer een €20.000. Nepmakelaars zijn niet geregistreerd en ook niet verzekerd. Wat het erg moeilijk maakt om je geld terug te krijgen eens je weet wat ermee gebeurd is. Wat ik wel frustrerend vind, is dat wanneer men dus eigenlijk zwart op wit kan aantonen dat men dus inderdaad recht heeft op die gelden, dat men dus eigenlijk dan nog niet aan dat geld is. Dat vind ik frustrerend. Een erkend vastgoedmakelaar BIV is daarvoor verzekerd. En de verzekeraar zal de schade vergoeden. Bij een illegaal heb je daar niet de minste garantie over dat dat zal gebeuren.
Jacques heeft nog geen euro teruggezien van zijn nepmakelaar en Sonja verloor zoveel geld dat ze haar zelfgebouwde huis moest verkopen. Het is heel spijtig dat door zulke mensen hun vertrouwen in andere mensen beschaamd worden. Het vertrouwen is weg. En ik vind dat erg voor de mensen die wel correct zijn, dat je daar ook geen vertrouwen meer in hebt. Het BIV wil daarom nog meer detectives inzetten om nepmakelaars te betrappen. En het heeft ook een witte lijst opgesteld met alle erkende makelaars van het land.